Het is een beetje raar. De vorige vlog kon niet doorgaan. Dus dan maken we met deze vlog rond het huis. Misschien gebeurt er nog wel wat. We zullen het zien. Je weet het toch maar nooit tegenwoordig. Nou, dit is dan de koningin met zijn vrouw. En mijn schoonmoeder met zijn vrouw. Mijn schoonvader. En mijn zwager. En de hele familie. Oh, dit is dan normaal gesproken de woonkamer. Met douche. Als je ziet. Met douche, als je ziet. En dit is de voortuin. Oh, kijk, de hond slaapt. Nooit voor ik een sleutel kopen. Het is gewoon even snel een vlog dit. Voor vandaag. Van zondag. Van zaterdag zondag. Die komt vandaag online. Ja, en de rest is een beetje improviseren. Met hoeveel dat willen doen. Tegenwoordig weet je het wel nooit. Nee, je weet het gewoon nooit. Snap je? Met wat je wil en wat je doet. Maar er komen in ieder geval leuke dingen aan. Dat kan ik jullie vertellen. Als jullie maar liken. En maar suppen. Abonneren. En commentaar erop geven, dan komt alles goed. Het is deze week nog niet zoveel gebeurd, hè? In het algemeen in YouTube-land. Nee. Maar ja, dat YouTube tegen het artiestenhelft al dik op een kloot hebben gehad. YouTube. Met al sterren, met King 77. Maar ik denk dat hij nog een goede voetballer is. Hij weet nog ineens wat voetballer is, je sukkel. Paul Goudsmit. Maar jullie moeten wel kijken naar hoe heet het. Vind ik wel. King Alert is wel interessant, dat heb je wel mooi gemaakt. Op zich. De rest vind ik niet zo bijster interessant, weet je. Nee, maar het is gewoon zo. Als ik niet zo bij steun.
Ja, hij was niet in de positieve stand. Maar ja, dat kan gebeuren, sommige dingen. Och ja, dat maakt het uit. Alles kan gebeuren, toch? Maar er komen positieve dingen aan. Dat zullen jullie zien. Voor nu. Tot gauw. En sub daar. Duimpje omhoog. Reageer daar. Adios. De muscles. Dit was mijn vlogje. Wel een vlugge. Maar dat was mijn vlogje. Ik doe toch niet zoveel vandaag. Ja, we gaan zo even naar de Big C. En dan zien jullie meer. En dan horen jullie ook meer. En hier laat ik even een stukje zien. Dat we nog steeds thuis zijn. Maar vol. Dus ik zeg zo, volg, volg. Het is met name een toeristische attractie waar we nu zijn en dan gaan we even kijken. Tot straks. Ik hoop dat u het leuk vindt. Dit is de kikker. Thank you.
mooie katoen. Een beetje water. Dat zijn er nog bootjes. Bye.
Supermom. Ah, kom dan. Dit is het traditioneel dansen wat ze elke keer in het jaar hebben in mei. Bonfire. Ja, wil je nog meer zien van deze vlog? Doe mij een lol en reageer hieronder. Geef een blauw duimpje omhoog. En ram die rode knop. Dan ben je gelijk geabonneerd. En dan zie je nog meer van mijn nieuwe video's en nieuwe vlogs. Dat was het. Oké. Eyebreaker.